Yo, Hey brother, how are you? bro, vandaag zit ik Weer weer een op rustige kantoor. dag voor mij. Zoals 5 dagen per Niet naar week. school, maar wel hard werken. Hey brother, vandaag zit ik weer op kantoor, zoals 5 dagen per week. En ik zat nog even te denken over jouw voorstel voor het komend weekend. Maar zo'n hardcore party lijkt mij ook wel wat. Dus laat me even weten of ik aan kan haken, want dan pak ik vrijdag mijn tasje in. Hey, werk je vandaag? En zorg dat je tentamens haalt, hè? Maar je bent lekker bezig, jongen. Broeder, zie je later. Yo, brother, how are you? Is weer een rustig dagje voor mij. Niet naar school, maar wel hard werken. Omdat ik op het leuke idee ben gekomen om een telefoon te kopen die veel te duur is voor mijn inkomenspatroon. Mijn e-smoker kapot gevallen. Ik pak even stiekem een sigaretje van Bram. Veel onderweg naar mijn werk. Uit zijn tennistasje. Stiekem weer. Ja. We gaan er weer voor vandaag. Money's got to be made. Kijk, wacht op je antwoord. En dan zien we wel weer verder met de volgende vlog. Houdoe. Hoppa! Nou, zit ik lekker in de auto. Kom hier van een of andere duivels motorrijder. Recht naast me staan. Niet normaal, jongen. Maar goed. Hey. Allereerst, brother, wat ik nou doe. In de auto filmen is heel onverantwoordelijk en doe dat nooit na. Het is een uitzondering die ik mag doen om jou een bericht te sturen. Maar doe dat niet na. Jij mag dat niet doen. Je hebt minder rijervaring. Oei. Wow. Geintje. Maar goed, mijn dag zit er nog niet op hoor. Ik ga even naar huis. Want ik ben natuurlijk weer mijn oplader vergeten. En aangezien jij graag een videoboodschap van mij krijgt. En ik die dan dus moet opnemen. Heb ik een oplader nodig, want anders heb ik geen batterij meer. Dus ja. Het is echt ongelooflijk hondenweer trouwens. Hè? Echt niet normaal. Maar goed. Niks aan te doen. En ondanks het weer. Ze hebben toch behoorlijk wat mensen buiten, wat bedrijvigheid op straat hoor. Dus dat vind ik altijd wel verwonderlijk om te zien dat in Nederland de mensen dusdanig gewend zijn aan het weer, dat als het regent, gewoon alles doorgaat. File op straat, mensen in de rij, zelfs file op de fiets. Ondanks de regen. Nou, jongen, gekke kun je het niet maken, toch? Hey. Maar goed, ik ben benieuwd naar jouw reactie. Want jij hebt straks pauze, heb je aangegeven. Dus dan hoor ik graag een videoboodschap van jou weer naar mij. Dus werk ze nog even. En ik zie me graag tegemoet, jongen. Dag! Good afternoon, brother. Leuk filmpje dat jij hebt doorgestuurd. Heel erg vermakelijk. Ik zit er ondertussen even lekker een broodje te smeren. Met, wat denk je? Krabsalade. Even over die hardcore party van komend weekend. Die gaan we maar even lekker overslaan. Gezien de gevoelens die ik op deze dinsdagmiddag voel. Misschien kunnen we dit weekend, deze zondag, want zaterdag moet ik werken. Wel maar tot 3 uur. Kunnen we misschien een leuke painting maken. Ik heb nog wat leuke ideeën en gedachten hierover. Ik vind het wel zo dusdanig onverantwoordelijk dat jij tijdens het autorijden zit te filmen. Dat ik hier eigenlijk even een halt op wil toezeggen. Ik vind het gewoon zo dusdanig onverantwoordelijk dat het gewoon echt totaal niet past in mijn plaatje van de ideologie van de mensheid.
Kijk, als je nou in een auto rijdt die zichzelf kan besturen, ga je gang lekker. Film jezelf, doe je ding. Maar zo gaan we het gewoon niet doen. Het is een bedrijfsauto, het is niet eens je eigen auto. Kijk, dat je zelf te pletten rijdt, prima, maar die auto, jongen, dat kan toch allemaal niet? Je hebt helemaal gelijk, broeder. Ik zal het niet meer doen. Het was ook een slecht voorbeeld. Godverdorie, niet normaal. Niet meer doen. Maar het is 3:00 'smiddags. Het is weer tijd voor mijn dagelijkse dipje. Ik heb echt nog enorm veel werk liggen, zoals je ziet. En dan heb je af en toe zo'n momentje dat je denkt, was het maar al 6:00? Maar vooral, was mijn werk maar al af. Want om 6:00 is mijn werk nog steeds niet af. Het kan ook 8:00 worden. Dus ja, het werk is het probleem. Niet eens de uren. Nou, dat realiseer ik me altijd om 3:00. Dus ja, nou ja. En jij? Hoe gaat het bij de supermarkt? En je team? Heb je het een beetje onder controle? Heb je de pubertjes een beetje strak bij de oren? Zodat ze de vakjes goed vullen op tijd. Zodat de bewoners van ons prachtige dorpje weer op tijd hun boodschapjes kunnen doen. Nou, ik hoop dat dat allemaal het geval is en dat je het onder controle hebt en ook nog leuk vindt. En ik zie je later. Oh ja, nog even over van het weekend. Goed idee om een keer een feestje over te slaan. Ook niet verkeerd. En ook een goed idee om een painting te maken. Dat vind ik wel leuk. Heb ik vorige weekend ook wel gedaan, maar ja, daar bestaat mijn weekend vooral uit natuurlijk. Het maken van schilderijtjes. Dus bedenk me wat leuks. Ik zal materiaal meenemen. En ik zie je zaterdagmiddag. Brother, hier even een snelle reactie terug. Ik moet wel heel snel zijn, want ik mag eigenlijk niet op mijn telefoon. Bye, vlog, brother. Ik wist niet dat jij altijd aan de regeltjes hield. Zo, ik heb net echt supergoed nieuws gekregen, bro. Want ik heb net te horen gekregen dat er een nieuwe consultant met mij kan starten. Dus ik heb weer mijn target gehaald en business gedaan. Dus om dat te vieren, heb ik even bij de HEMA lekkere, pittige groentesnacks gehaald. Voor maar €2. Terwijl ik niet eens een klantenpas heb. Nou, dat is toch perfect. Supermooi. Nou, ik ga weer naar binnen, jongen. Want het regent. Pijpen stelen. Zie je later. Hallo, brother. Het is alweer donker. Net even al je vlogjes bekeken. Gefeliciteerd met je nieuwe consultant, jongen. Dat heb je verdiend. Targetje binnen. Nu weet weer een bonus van de maand. Werknemer van de maand, Michiel Verstraten. Ik heb weinig pubertjes vandaag die ik strak kan houden. We zitten namelijk met een medewerkerstekort. Wat erg vervelend is. Er is eigenlijk een soort epidemie aan gaande. En het beginnende in Zeeland, Zuid-Vlaanderen vooral, dat de jonge lui niet meer solliciteren. Dus bij de Albert Heijn, bij de Jumbo, overal zijn er vet weinig sollicitanten en al die kinderen van 14, 15 stoppen. Normaal komen er een stuk of 10, 15 kwamen er vorig jaar nog, om 4:15 en nu komt er nog maar 1 iemand. We hebben extreem veel te weinig man. Dus nu komen er allemaal mensen van andere afdelingen ons helpen en zo. Maar I don't give a fuck, bro. Ik heb wel lekker ontslag genomen, dus voor mij nog even een tijdje uitzitten. Geldstroom binnen. Maar, ja, dat dipje.
Lekkere verse pizza. Lekker gezond op de dinsdag. Lekker tot een uur of half tien werken. Dat is weer genoeg geweest. Ja, ja. Het is wat ik hoop dat ik mijn visumpje ga krijgen. Daar gaan de geweldige vlogs komen. Van mijn superleven in Australië. Ik ga skydiven. Ik ga geweldige naturen ontdekken. Ik ga helemaal aan de pan zijn. Ja, dat ga ik doen, ja. Het wordt geweldig. Magnifiek. Gewoon in geen woord te omschrijven. Veel plezier met het vieren van je nieuwe consultant. Ik ga nu de vlog stoppen, want anders krijg ik die pizza nooit op. Even snel, bro. Dag zit erop. Het is 8 uur. Lekker donker. Ik ga naar huis. Nou, thanks, brother. Ik ga mijn victory in mijn eentje vieren. Met het heerlijke eten wat ik gisteravond heb meegenomen. Uit het Chinese restaurant. Mijn lieftandige vriendinnetje heeft mij getrakteerd gisteren. En ik mocht, omdat ik natuurlijk een man alleen ben, het eten meenemen. Love you, baby. Dus ja, ik heb net even gesport. Dus ik ben weer lekker bezig, jongen. Maar goed, over die epidemie van jou, want daar wil ik toch nog even op terugkomen. Want vaak is het toch wel zo dat als er ergens een epidemie heerst, dat het wel verstandig is om zelf ook je uit de voeten te maken. Dus dan is mijn vanzelfsprekende vraag natuurlijk, wat doe je er nog, Maarten? Wat doe jij er nog? Wat doe jij daar nog? Ik zou, als ik jou was, ook gewoon maken dat ik wegkom. Want in Amsterdam is voor jou nog een kamertje vrij, jongen. Dus als je visum nou doorgaat en jij een paar maandjes lekker in Australië kan vertoeven, dan zorg ik daarna dat je bedje opgemaakt is en dan we ook een lekker Chinees bestellen. In Amsterdam. Wat denk je daarvan? Oeh. Nou. Oei. Oeh. Ene bordje. Even weggooien. Oei. Denk je dat je naar een goede Chinees gaat? Peking duck. Nou, die pannenkoekjes die zijn in de magnetron inmiddels helemaal verdroogd. Dus die eet ik straks misschien op als een kroepoekje. Maarten. Was het echt een top eerste dag. Ik heb ervan genoten, jongen. Ik heb er echt van genoten. Maar ik ben doodmoe. Ik heb gewerkt. Ik heb gevlogd. Ik heb gesport. Ik ga lekker mijn welverdiende bordje opeten. Ik ga jou welterusten wensen. En ik zie je morgen weer. Dag Maarten. Yo, brothers. How are you doing? Een vlogje iets later dan verwacht. Maar ik ben er, dat is het belangrijkste. Ik was aan het opnemen onderweg naar huis, maar mijn telefoon niet verluid, want die was leeg. Dus ik heb hem even laten opladen. Lekker naar de shoots aan het kijken. Erg relaxed na een zware werkdag. De centen zijn weer verdiend, weet je. Even nog over het schilderij waar we het over hadden. Heb je nog spullen voor een bladgoudschilderij? Want ik zou graag voor die maat van mij voor in zijn woonkamer een zwart schilderij willen maken. Met bladgoud erop en dan een skull gewoon. De vorm van een skull op het doek. Lijkt me een heel vet idee. En als jij me daar een beetje bij kan helpen, dan zou het helemaal picobello zijn. En hoe is het met jou? Nog leuke dingen gedaan vanavond? Ik spreek je later. Trouwens, als we deze vlog gaan uploaden voor het weekend, kunnen we er gelijk bij zetten dat we kunnen gaan livestreamen als we de painting gaan maken.
Really? How's that? En dan kunnen we misschien ook een filmpje maken of zo. Dan kunnen we een filmpje maken als we bij Robin gaan afleveren, die maat van mij. En dat zou wel heel leuk zijn, gewoon om te laten zien van hoe wij dit allemaal aanpakken en hoe we dit allemaal doen. Ja. Bye. Yo, brother, toch nog even één keertje. Want ik heb die laatste twee filmpjes van jou had ik nog niet gezien. Ik hoop dat je lekker genoten hebt van je lekkere Chinees. Met het lekkere bordje erin. En ja, kijk, ik maak ook dat ik er wegkom. 24 december is mijn laatste werkdag. Dus dan kan ik me volledig focussen op het vloggen in de kerstvakantie. Tijdens de kerst met oud en nieuw kunnen we allerlei leuke activiteiten gaan uitvoeren. Misschien kunnen we nog een keertje gaan paintballen. Zet ik gewoon zo'n gekke GoPro op mijn hoofd. Pleuren we het gewoon op YouTube. Hup. Alles erop en eraan. Helemaal tip-top. Maar ik ben trouwens gewoon hartstikke blij om te horen dat er gewoon nog een kamertje voor me vrij is in Amsterdam. Het is weer een zorgje minder, weet je wel. Want ik was natuurlijk flink op zoek. Ja, het is gewoon een en al kutzooi. Het is gewoon die kamers daar. Dus zie ik voor 600 euro heb ik een kamer die is... 10 keer zo klein als de kamer waar ik nu in leef. Hoe moet je daar nou mee? Ja, dat is gewoon niet relaxed. Want net als jij, als je gewoon thuis komt van je werk, dan moet je gewoon lekker kunnen chillen. En wil je niet in een kamertje zitten van 3x3 met alleen een bedje erin? Dan word je toch helemaal krankjoren van? Ja. Ik vond het ook echt een topdag. Goed begin. En zeker nog niet het einde. Dan vind ik het toch wel echt bloedirritant dat elke keer mijn filmpje zo snel stopt. Deze telefoon is echt een en al drama. Ik kan niet wachten totdat ik mijn andere telefoon krijg waar ik gewoon uren op kan vloggen. Maar wat zei ik nou ook alweer als laatste? Oh ja, dat over onze vlogsessie. Dit wordt denk ik een mega geniale vlogserie. Wij gaan gewoon die 50.000 halen. We hebben die weddenschap verloren, maar dit is gewoon een uitdaging. We gaan die 50.000 halen. Daar gaan wij gewoon voor. Ho! Where? Yeah! Power. See you soon. Good night, brother. Yeah! Where? Power. That's the spirit, brother. Leuk idee voor van het weekend. Ik denk dat we dat maar moeten gaan doen. Dus ik zal in ieder geval ervoor zorgen dat ik de juiste materialen heb voor je. Voor ons. En ik zal je dan helpen met de schilderij. Maar wie is Robin eigenlijk? Want zoals je begrijpt moet ik wel weten als ik iets maak voor wie het is. Om even die personal touch eraan te kunnen geven. Dus laat dat even weten en dat was het. Nog even terugkomende, Maarten, op jouw idee over het schilderij met een skull erop. Vind ik echt een super vet idee. Dus laten we dat doen. Ik neem alle materialen daarvoor mee. En dan gaan we daaraan klussen. In ieder geval een zwart doek met een gouden skull. En misschien een beetje zilver. Is ook wel vet. Heb ik nog niet vaak gedaan. En wat ook vet zou zijn, is iets met diamanten dan te doen. In de ogen bijvoorbeeld. Of in de mond. We kijken wel even. Idee is dat. Maar in ieder geval, top idee. Hey Maarten. Ik heb nog één vraag voor jou. Zou jij even het riedeltje over het volgen van onze filmpjes kunnen uitspreken? Dames en heren, Maarten heeft nog één vraag. Nou, brother, het komt helemaal goed. Dames en heren, als jullie het filmpje leuk vonden, abonneer even, like, follow, alles en iedereen. Facebook, WhatsApp, vind ik veel. Hoelahoepa.com. Maakt allemaal niet uit. Follow die shit. Wij willen die 50.000 binnen 3 maanden. Let's go, boys. Woohoo! Later.
Nu denk ik aan miljoenen, vraag me niet waarom. Ik wil heel veel money in mijn bank, want ik ben super slank.